De inhuldiging van prinses Beatrix als koningin zal op 30 april zijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Koningin Juliana zal na haar abdicatie, haar aftreden, eerder op die 30 april weer prinses willen heten. Een kamermeerderheid gaat akkoord met beëindiging van de overheidssteun aan het kartonbedrijf Octo in Winschoten. Bij een aanslag in Spaans-Baskenland op een politieconvooi zijn 6 politiemannen gedood. Goedenavond. Prinses Beatrix zal op 30 april aanstaande worden ingehuldigd als koningin. Dat is het voornaamste nieuws na de aankondiging van koningin Juliana dat zij afstand doet van de troon. Hoewel veel zaken rond de troonswisseling nog moeten worden geregeld, staat vast dat alle plechtigheden in Amsterdam zijn. Koningin Juliana zal op 30 april in de hoofdstad de akte van abdicatie tekenen. Vanaf dat moment is Beatrix volgens de grondwet de nieuwe koningin. De inhuldiging daarna is een formele aangelegenheid die meteen daarna gebeurt. Plaats van handeling, de Nieuwe Kerk in Amsterdam, naast het paleis op de Dam. De restauratie van die kerk is dan net klaar. In de Nieuwe Kerk is in 1948 ook koningin Juliana ingehuldigd. In verband met de plechtigheden rond de troonswisseling gaat het defilé op Soestdijk niet door. Ook vandaag stonden er nauwelijks of geen mensen voor Paleis Soestdijk. De hofhouding van koningin Juliana zal bij haar troonsafstand volgens traditie zijn ontslag aanbieden. De nieuwe koningin, Beatrix, die nu nog met haar gezin op Drakenstein woont, beslist daarna of zij dezelfde mensen in haar hofhouding wil of niet. Beatrix moet overigens voorlopig op Drakenstein blijven wonen, omdat de verbouwing van de twee paleizen in Den Haag nog niet klaar is. De restauratie van Paleis Huis ten Bosch is het verst gevorderd. Het zou in september kunnen worden bewoond. De verbouwing van Paleis Noordeinde duurt nog tot zeker 1984. Na de officiële troonsopvolging zullen koningin Beatrix en prins Klaus zo snel mogelijk dit paleis betrekken, Huis ten Bosch. De ingrijpende restauratie heeft zo'n 3 miljoen gulden gekost. Het paleis telt 100 kleine en grote vertrekken. Het wordt omringd door een groot park. Het bijna 3,5 eeuw oude Huis ten Bosch is door koningin Juliana gebruikt bij kabinetsformaties. Deze archiefbeelden zijn gemaakt voor de restauratie in de 60e jaren toen het paleis door het publiek bezocht kon worden. Het paleis staat bekend om zijn schatten aan tapijten en meubilair. En dit is Paleis Noordeinde in Den Haag. Hier zal koningin Beatrix haar werkzaamheden verrichten. De restauratie van dit paleis ligt ver achter op het schema. Een restauratie waarmee zo'n 70 miljoen gulden gemoeid is. Op zijn vroegst zal koningin Beatrix deze residentie over 4 tot 5 jaar kunnen betrekken. Hier zullen in de toekomst de officiële ontvangsten van diplomaten en staatslieden plaatsvinden. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is Paleis Noordeinde bijna onafgebroken de woning van regerende Oranjevorsten geweest. Het is de grondwet die voorschrijft dat de inhuldiging van het Nederlandse staatshoofd in Amsterdam plaatsvindt. Dat moet gebeuren tijdens een openbare bijeenkomst van de Staten-Generaal, de Eerste en de Tweede Kamer samen dus. Dit is de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam waar koningin Beatrix zal worden ingehuldigd. Begin april komt de restauratie klaar die in 1959 is begonnen. Die heeft 49 miljoen gulden gekost. De gotische Nieuwe Kerk, waarvan het begin van de bouw rond 1380 lag, werd in 1645 bij een grote brand ernstig beschadigd. Deze laatste restauratie heeft die brandschade hersteld. De nu nog lege Nieuwe Kerk krijgt in de directe toekomst een zo breed mogelijke maatschappelijke bestemming. Op het moment dat koningin Juliana op haar 71ste verjaardag, 30 april dus, de akte van abdicatie tekent, is Beatrix haar opvolgster met alle rechten en plichten. De inhuldiging van de nieuwe koningin is eigenlijk de formele bevestiging van de troonopvolging door Beatrix. De inhuldiging van koningin Juliana op 6 september 1948 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam volgde slechts 2 dagen nadat haar moeder de akte van abdicatie had getekend. Hier archiefopnamen van die plechtigheid. Koningin Juliana was toen 39 jaar oud. Prinses Beatrix wordt dit jaar op 42-jarige leeftijd koningin van Nederland. De troonsafstand van de koningin is door alle binnenlandse dagbladen groot opgemaakt op de voorpagina gebracht. De Telegraaf haalde het stevigst uit door de grootste kop uit de kast te halen. Koningin Juliana treedt 30 april af. In een commentaar schrijft deze krant dat Juliana de geschiedenis ingaat als een koningin die sympathie wekte door haar warme persoonlijkheid.
De Volkskrant kwam met een kop over de volle breedte, troonsafstand verrast iedereen. Dit ochtendblad noemde de troonsafstand een moeilijk afscheid. Dit afscheid is een menselijk verlies. Het zal geen gemakkelijke opvolging worden. Het Algemeen Dagblad deed het eenvoudig, maar zeer vet af met koningin Beatrix. Het dagblad schrijft in een commentaar: dank voor die vele, lange jaren als voorbeeldige vorstin. Bedankt, Juliana. Ook Trouw liet duidelijk weten dat de koningin op 30 april aftreedt. Dit ochtendblad heeft bewondering voor de manier waarop Juliana haar plicht heeft aanvaard en uitgevoerd. Ook het Parool komt met extra pagina's over het koninklijk nieuws. Aftredend koningin verrast kabinet en volk. Zo laat dit dagblad op de voorpagina drukken. Een voorpagina met oranje als steunkleur. Volgens het Parool neemt koningin Juliana een aparte plaats in ons staatsbestel. Juliana gaf bijzondere en zinvolle inhoud aan het democratisch koningschap, zo staat in het commentaar. Het communistisch volksdagblad De Waarheid heeft het over rustige reacties op plotseling aftreden Juliana. In een commentaar schrijft deze krant dat de periode waarin Juliana heeft gewerkt een uiterst belangrijke is geweest. Zij heeft zich op volstrekt constitutionele wijze van haar taak gekweten. Ook voor NRC Handelsblad kwam de troonsafstand als een totale verrassing. In een hoofdredactioneel artikel schrijft NRC Handelsblad dat Juliana een kind van haar tijd heeft willen en kunnen zijn en dat de koningin misschien geen groot, maar zeker wel een modern vorstin is geweest. Ook in het buitenland heeft de pers in het algemeen vrij uitvoerig aandacht besteed aan het besluit van de koningin. Alleen in West-Duitsland is weinig of geen aandacht geschonken aan het abdicatienieuws. Bijna alle kranten die erover melden voorzagen hun bericht van een korter of langer historisch overzicht. In Franse en Engelse kranten werd ook gespeculeerd over de nieuwe koningin. En daarbij werd stevast geconstateerd dat prinses Beatrix een, wat zij noemen, linksere signatuur heeft dan haar moeder, hetgeen zou blijken uit haar grote belangstelling voor derde wereldproblemen. Ook werd opgemerkt dat de erfgenaam van prinses Beatrix een zoon is, Willem-Alexander, en dat Nederland over enige tijd dus weer een mannelijke troonpretendent heeft. Voor het eerst sinds ongeveer een eeuw. Het aftreden van koningin Juliana en de daaruit voortvloeiende regelingen zijn vandaag besproken in de ministerraad. Daarover nu uit Den Haag, Jaap van der Ploeg. Op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van dat kabinetsberaad vertelde de premier, u hoorde dat zojuist al, dat er de inhuldiging van koningin Beatrix zal zijn op 30 april. Bovendien is besloten om op deze datum in de toekomst Koninginnedag te vieren. Voor deze dag is gekozen omdat 31 januari, zoals de heer vannacht dat zei, niet wijs is. Hij zei ermee te bedoelen dat het dan gewoon te koud is. En wanneer de verjaardag zelf geen goede dag is om Koninginnedag te vieren, lijkt de datum van inhuldiging de beste keuze. Bovendien wordt daarmee de eerbied uitgedrukt tegenover koningin Juliana, aldus premier vannacht. Op vragen op zijn persconferentie over de hele gang van zaken rond de mededeling van de koningin wilde de premier geen enkel antwoord geven. Op alle vragen zei hij, dat behoort tot het geheim van Soestdijk. Hij wilde dus ook niet zeggen of hij verrast was geweest door het moment van aftreden en wanneer hij door de koningin is geïnformeerd. Wel kondigde de heer vannacht aan dat hij waarschijnlijk woensdag op een aparte persconferentie meer bijzonderheden zal geven. Tot zover Den Haag. Koningin Juliana zal na haar aftreden weer prinses willen heten. Volgens de RVD wilde ook haar moeder Wilhelmina weer prinses worden genoemd om daarmee aan te geven dat ze een stap terug deed. Aan zo'n besluit van Juliana ligt eenzelfde gedachte ten grondslag, aldus de RVD. Het zal nog wel even duren voordat koningin Beatrix op munten en postzegels staat. Vooral het maken van een ontwerp duurt lang. Vast staat dat Beatrix op munten naar links zal kijken. Het is de gewoonte bij de Nederlandse munt dat vorsten om en om naar links en naar rechts kijkend worden afgebeeld en koningin Juliana kijkt naar rechts.